Het overbekende Britse beatcombo The Beatles. Volgens Louis is een VPRO-radiopraatje van 24 januari 2003 zo ongeveer de enige groep die ontwikkeling vertoonde. Maar wie Pablo Fenke is, wordt nergens uitgelegd. Nee! En dat zou hij toch wel willen weten. We hebben tenslotte een grote behoefte aan feiten, desnoods emotionele, die zich als feiten gedragen. Ze hoeven niet allemaal te kloppen, getoetst en gecontroleerd te kunnen worden, maar liever wel. Zoiets als de dingen die je over jezelf vertelt, ook kindermoeilijkheden. De eerste tortureerders, walging van rode kool, autootjes en knuffelkonijnen en wat een Lego bouwt. Het is soms wonderbaarlijk wat je als mens allemaal onthoudt. Wel nu en niet later. Ik zie je later, psychiater. Dames en heren, wat een shock. Het hoeft niet door te gaan. Oké dan, Pablo Fenke. Feiten, die moeten we hebben. 1796, 1871 was een volleerd koorddanser, acrobaat en ruiter en werd 's werelds eerste zwarte circuseigenaar. Maar hij trok net niet door tot de laatste 100 van de 100 belangrijkste zwarte Britten aller tijden. Maar het is wel zo, als je van Pablo Fenke's ruiterschool kwam, dan stelde je wat voor. Dan kon je op 2 benen, op 3 paarden, met 12 benen, 3 salto mortales tegelijkertijd maken. Pablo Fenke, Louis Lehman. Want wie Pablo Fenke zegt, zegt Louis Lehman. Captain Louis Lehman, Captain Louis Lehman, Captain Louis Lehman, slavenkoor. Ja, ja.